kwalificatiedag op het circuit de Catalunya. Hier gaat vanmiddag gesloten worden wie pole position pakt voor de Grand Prix van Spanje. Gisteren hebben we natuurlijk een vrije training gehad en iedereen keek uit naar de update van Red Bull. Maar eigenlijk was het Mercedes dat de show stal met zijn nieuwe auto. Ontzettend veel nieuwe onderdelen zitten erop. Echt te veel om op te doen. We krijgen daar van de week een mooi overzichtje van onze technische analist. Maar vooral de neus en de voorvleugel ziet er compleet anders uit. Maar ja, het lijkt te werken. Ze stonden heel ver voor de Ferraris. Vaak lijkt het een beetje stil te staan, want de Red Bull zit dichter bij de Ferrari en de Mercedes is er voorbij. Maar Vettel en Raikkonen mopperden allebei een beetje over de auto, dus ze hebben het misschien niet helemaal voor elkaar gekregen met de afstelling. Zeker is dat Red Bull, ja, het gaat naar Mercedes, is ongeveer even groot gebleven. En ja, dat komt natuurlijk omdat Mercedes zo niet stil zit. Dus hoeveel upgrades Red Bull ook brengt, ze blijven afhankelijk van stilstand eventueel bij Mercedes en Ferrari. Dus het zou een beetje weg tegen de buurtrij kunnen zijn. Achter Red Bull is ook interessant, want Renault zat eigenlijk best wel dicht achter. Dat scheelde maar 2-3 tienden met Hülkenberg en Palmer daar weer achter. Dus ook dat team komt er een beetje aan. We gaan het zien, in ieder geval voor de kwalificatie wat Max Verstappen betreft. Vijfde plaats lijkt het hoogst haalbaar en dat zou ook prima zijn, vanuitgaan dat zijn teamgenoot al zesde staat. Het zou goed zijn om hem weer een keer te verslaan, want daar kijkt iedereen toch een beetje naar. Dat lukte de afgelopen races niet. Dus we gaan het zien vanaf 2 uur de kwalificatie.